Eindelijk was het zover. Groot feest in Eindhoven, want K3 gaf 8 optredens. Spannend was het ook, want dit keer was Kathleen er niet bij, maar wel Josje. De zangeres die via een Idols-achtige wedstrijd werd gekozen tot de nieuwe zangeres van K3. Wat vind je van Josje? Leuk. Dat ze leuk is. Daar zijn wij helemaal weg van. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Leuk. Ja, Lara, daar komen we speciaal voor natuurlijk. Wat vind je zo leuk aan Josje? Omdat hij lief is. En weet je, toen de K3 erop was, koos ik voor Josje. En die was het ook. Dat is Josje. En deze twee ken ik niet. De verwachtingen waren hoog gespannen en niet alleen bij de jonge fans. Wie is nou de leukste van K3 en wordt Kathleentje snel vergeten? Mis je Kathleen niet? Beetje. Nou, omdat ze al heel lang in K3 zat, mis ik dat wel een beetje. Een beetje. Ja, ik vond Kathleen wel er veel beter bij passen. Ja, maar ja, dat is echt gewoon K3. Want toen ik klein was, was ik ook helemaal fan van K3. Maar ja, ik vind Josje ook een goede vervangster. Niet iedereen kan kiezen wie de leukste is van K3. Ze zijn allemaal wel leuk en lief en ze zingen ook mooi. Bijna net zo mooi als sommige fans. Mama zakken bijna. We zingen mee allemaal in de carrière. Mama zakken boom, zakken boomba. En dat K3 niet alleen maar jeugdige fans heeft, dat wordt ook wel snel duidelijk. Weet je, mijn papa is verliefd op K3. Nee. Echt. Zouden we niet zeggen. En wat vindt je moeder daarvan? Nee, hij vindt hem gewoon leuk. En het geduld werd eindelijk beloond. Nog even wachten in de zaal, nog een dansje. Maar daar zijn ze dan toch echt. En dan is het weer voorbij. Jammer, maar genoten hebben de fans zeker. Wat vond je van K3 vandaag? Leuk. Wat vond je het leukste eraan? Alles.